Hoi, ik ben Rick van MBO Mediawijs en in dit filmpje ga ik jullie vertellen over de app Smoor.com. Smoor.com is een hele handige app om nieuwsbrieven, posters of flyers te maken. Deze kun je gebruiken in je team of in je klas. Zo gebruik ik hem om nieuwsbrieven rond te sturen naar mijn directe collega's waarin ik vertel en filmpjes laat zien over MBO Mediawijs. En ik heb hem deze periode al gebruikt in een van mijn klassen om ze een poster over een politieke partij te laten maken. En ik ga jullie nu even laten zien hoe het allemaal werkt. Je gaat naar smoor.com. Als je nog geen inlog hebt, dan doe je sign up. Ik heb al inlog. Dan kan ik gewoon inloggen. De website van smoor.com is vrij duidelijk. Je ziet snel wat je moet doen en hoe je het moet doen. Dus ik ga nu start een newsletter. En hier krijg je een aantal templates die je kan gebruiken. Je kunt helemaal van scratch beginnen, dan kun je alles zelf invullen. Maar je kunt ook iets voor in je klas, een nieuwsbrief, voor een event, misschien je portfolio als je iets koopt. Ik kies voor mijn een weekly update. En deze geef ik de naam NPO Mediawijsjes. Nou, en hier zie je helemaal hoe Smoor.com de template helemaal heeft ingevuld. Wat hij denkt, of zij, wat je nodig hebt. Nou, ik wil even een foto erbij voegen. NPO Mediawijs ga ik toevoegen. En ik wil natuurlijk heel graag een filmpje toevoegen. En die had ik hier ook al klaarstaan. Over het werken in teams. En hoe je daar les in geeft. Die een van mijn collega's heeft gemaakt. Nou, en het is ook gewoon drag and drop. Dus als jij hem ergens anders wil hebben staan, kun je hem gewoon verslepen. En ik wil hem gewoon hieronder hebben staan. En zo kun je eigenlijk alles aanpassen. Nou, zoals ik al zei, heeft een aantal dingen heeft hij er al ingevoegd. Stel dat je het weg wil hebben, kun je het gewoon removen. En zo kun je hieronder kun je van alles nog erbij voegen. Als jij een galerij erbij wil hebben of een plaatje, kun je dat heel makkelijk erin stoppen. Nou, als je denkt van nou, hij is helemaal klaar, kun je natuurlijk nog het design een beetje aanpassen. Je kunt hem op handwritten zetten. De achtergrond zou je nog kunnen veranderen. De fonts kun je veranderen. Nou, zo ziet het er helemaal uit. Alsof het allemaal geschreven is. Nou, dan klik je op Done Editing. En dan kun je meteen even zien hoe hij eruit ziet. Wat je allemaal gemaakt hebt. En dan kun je dus op verschillende manieren je newsletter de wereld insturen. Je kunt het gewoon via de mail sturen. Je kunt een linkje op Facebook plaatsen, je kunt het via Twitter doen, via LinkedIn of via Pinterest. En zo krijgen mensen het allemaal te zien. Ik had er al een keer eentje gemaakt, dus die wil ik even laten zien. En dan ga ik eentje die ik al een keer heb rondgestuurd. Gaan we deze even openen. En dit ging over een nieuwe vlog van mijn collega Menno. Nou, je kunt het ook het leuke zien. Dus dat ik kan zien dat er 45 mensen het hebben bekeken. En zo kun je dus ook gewoon bijhouden hoeveel mensen erin kijken. Qua AVG heeft Smoor.com zich ook goed ingedekt. Alle content die je plaatst, die blijft van jou. Stel je gaat dit met studenten doen. Hoeven zij alleen maar in te loggen met hun naam. En de klascode die ze van jou krijgen. En Smoor.com mag ook niet de content die jij plaatst verkopen. En alles wat de studenten maken blijft ook privé. Dit was hem. Tot de volgende. Hoi.